Een steentje, een lekke band, één verkeerde beweging of een stuurfoutje en het is allemaal voorbij. De recordpoging van rolstoelatleet Lito. Vanmiddag om 12 uur is hij begonnen en inmiddels is hij al een paar uur bezig. Het is hartstikke zwaar. De voorwielen van de rolstoel mogen de grond niet raken. Zijn zus houdt alles goed in de gaten. Komt hij weer, hè? Ja, spannend. Het is echt, hij doet het supergoed. Hij is goed gefocust. Het zonnetje komt er ook nu bij kijken en dan zie je gelijk dat hij ervoor gaat. Lito is niet de eerste die een wheelie record probeert te breken. Deze man uit China had het oude record. Hij haalde ruim 25 kilometer. Deze Amerikaan haalde een ander rolstoelrecord met de verste sprong ooit, 21 meter. En check dit record van de allereerste backflip ooit. Terug naar de poging van Lito, die bijna een korte pauze mag houden. Hoe gaat het? Het gaat de goede kant op. Ik moet zeggen dat het wel meevalt. Het is pittig. Niet het wheelie houden, maar meer de positie van mijn rug en mijn benen. Focus op de lijn. Daar komt hij. Daar is hij. 3, 2, 1. Pauze. En straks, na de plaspauze, nog urenlang wheelen.